Voorzitter, ik ga het hebben over woning, arbeidsmigranten en studenten, de expatregeling. Arbeidsmigratie legt een grote druk op de basisvoorziening in Nederland en daarmee op de bestaanszekerheid van Nederlanders. En volgens het SOE zijn er nu ongeveer 1 miljoen arbeidsmigranten in Nederland. Meest in het oog springt is de situatie op de woningmarkt. We hebben gewoon niet de woningen om deze aantallen migranten te huisvesten. Er zijn 2 fiscale maatregelen die eigenlijk arbeidsmigratie aanmoedigen. De 30% regeling en de regeling extraterritoriale kosten. En die moedigen mensen aan om hier te komen. Ik ben van mening dat als men kiest voor een duurzaam verblijf in Nederland, er ook duurzaam bijgedragen moet worden aan onze samenleving via normale belasting op inkomen. De regelingen moeten toegespitst worden op de dubbele kosten van het tijdelijk verblijf. En eigenlijk zou je zeggen, na 2 jaar moet je geen tegemoetkomingen meer krijgen. Daar komt ook nog bij dat het ook een mate van eerlijkheid is. Als 2 mensen hetzelfde werk doen op een kantoor in Nederland, en dat gebeurt op heel veel universiteiten, want bijna iedereen aan de universiteit mag gebruik maken van deze regeling, dan is degene die in Nederland woont en dat beroep uitoefent, die moet van, als die zegt 5.000 euro netto bruto verdient, betaalt hij over 5.000 euro bruto belasting. Als hij een collega uit het buitenland heeft die onder 30% regeling valt, en dat is iedereen aan de universiteit, dan betaalt die collega maar belasting over 3.500 euro. Die krijgt de eerste 1.500 euro netto. Die collega heeft ook recht op meer toeslagen, zoals het kindgebonden budget, en heeft dus eigenlijk 15 tot 20% hoger netto inkomen. En daar zit ook echt wel een probleem in waarom dit moet. Voorzitter, wij stellen voor om de 30% regeling te versoberen. Je hebt dan 20 maanden recht op 30%, 20 maanden op 20%, 20 maanden op 10% en dan vervalt hij. En u heeft ook gezien het rapport van de Europese Unie dat wij de meest dure regeling van heel Europa hebben. Dit levert een kleine 200 miljoen op en dat bedrag zouden wij graag inzetten om bij de studenten met de pechgeneratie, zij die gestudeerd hebben zonder een basisbeurs, de rente op de studielening fors te verlagen. Dat fors hebben we onder andere met de SP en de ChristenUnie gedaan. Voorzitter, de glastuinbouw. Ik maak mij grote zorgen over de belastingmaatregelen ten aanzien van de Ik wil eerst even dat de heer Omtzigt zijn verhaal afmaakt. Nee, en dan is, kijk het ik... is vrij lang, dus ik kan echt wel voorstellen dat... Ja, maar ik heb net besloten dat ik wil dat u verhaal afmaakt. Even ook met het oog op de tijd en daarna is er echt nog gelegenheid voor vragen. Anders lopen we echt heel erg uit in de tijd. U heeft ook wetgevingsoverleggen gehad, dus even strenger zijn nu. Gaat u verder. Voorzitter, de glastuinbouw. Daar zit een forse lastenstijging in. In het regeerakkoord zouden 133 miljoen extra betaald moeten worden. En het wetsvoorstel dat voor ligt, betaalt de sector 300 miljoen extra. En waar is dat vooral door gekomen? Omdat de Nederlandse glastuinbouw, straks vooral de kleine telers, die minder dan 170.000 kuub gas per jaar gebruiken, straks over die 170.000 kuub gewoon het eerste schijftarief betalen. En dus ook 70 cent per kuub gas belasting. En als een kuub gas straks, voorzitter, weer rond de 30 cent kost op de internationale markten, dan betalen dus de Belgische en Duitse telers betalen per kuub gas 30 cent en de telers in Nederland betalen 1 euro. Wat denkt u wat er gebeurt als de prijzen van grondstoffen voor Nederlandse producenten 3 keer zo hoog zijn als de prijzen voor de producenten in de ons omliggende landen? De bedoeling is de verduurzaming, maar als dat niet snel genoeg lukt, met geothermie, wat de heer Van der Lee opbracht, met een bepaalde mate van elektrificatie, dan verdwijnt het hele Westland verdwijnt en wordt een soort Oostland aan de oostkant van de grens. Dat zien we hier gebeuren. Dat is wat er gebeurt met het voorliggende wetsvoorstel. Waarom heeft de regering voor zoiets radicaals gekozen? Om de hoogste belasting van de wereld op gas dan ook in te gaan voeren op de glastuinbouw. Ik zeg niet dat er bij de glastuinbouw niet verduurzaamd moet worden. Je kunt je echt afvragen of je in Nederland warme kassen moet hebben waar je het hele jaar door paprika's aan het kweken bent. Ik vind het best om die discussie te voeren. Maar als je dat op deze manier doet, dan ga je gewoon Belgische paprika's krijgen. Ook prima, maar het leidt niet tot verduurzaming van een sector die in Nederland behoorlijk innovatief is. En ik zou toch daar graag een reactie op willen hebben. Want de radijstelers, voorzitter, die betalen in het voorstel van het belastingplan 355% extra, de tomatentelers 1.991%. Dat zijn voorbeelden van de regering. Dus ik verzoek de regering, hou dit wetvoorstel aan. Kom met betere plannen. En ik zeg ook tegen de leden van de coalitie, ik snap dat je hier wat doet. Ik snap het echt. Maar deze mate leidt tot een
Versneld faillissement vooral van kleine telers. En laat die kleine telers dan inkoopcoöperaties mogen vormen. Nou, de staatssecretaris zegt dat het niet mogelijk is. Het moet maar mogelijk gemaakt worden. Doe ik zelf ook wat op het gebied van klimaatmaatregelen? Ja, ik snap het, voorzitter, want dit is echt een relevante discussie. Straks aan het einde, u heeft heel veel interrupties allemaal en daar heb ik ook toegestaan. Maar ik wil nu even, ook met het oog op de tijd, het kabinet moet ook nog antwoorden. U krijgt daarna de gelegenheid. Eerst wil ik even dat de heer Omtzigt zijn verhaal afmaakt. Voorzitter, heb ik zelf ook nog klimaatmaatregelen? Ja, voorzitter, ik stel een amendement vliegbelasting voor. In 2021 heb ik het ook gedaan, toen werd het verworpen. Maar kleine privéjets vallen nog buiten de vliegbelasting. Zelfs in het buitengewoon liberale land Engeland hebben ze een hoge vliegbelasting. En ik zou niet weten waarom een kleine privéjet zou vrijstellen, terwijl als u met een vliegtuig naar Mallorca gaat op vakantie, u wel die vliegbelasting betaalt. Dat lijkt me zinnig. Dan heb ik een voorstel samen met, en daar refereerde de heer Van Weijenberg al aan, over youngtimers. Dat zijn auto's van meer dan 15 jaar. Daar krijg je nu forse belastingkorting op als je die leest. Over het algemeen zijn dat niet de auto's die het meest schoon zijn in de binnenstad, kan ik u verzekeren. Wat we wel doen dit keer is dat op een fatsoenlijke manier uitfaseren. Dus we zeggen niet, we schaffen het volgend jaar af, we maken de belasting iets hoger en pas in 2030 wordt de regeling afgeschaft. En dat is, zeg ik wel maar zorgvuldig, overgangsrecht. Voorzitter, een derde amendement wat ik gedaan heb, is als voorstander van Walstroom, op het moment dat hier een cruiseschip aankomt leggen, dan moet hij de stroom gewoon uit het stroomnet halen van Nederland, in plaats van die buitengewoon vieze brandstof over het centrum van Amsterdam te verstoken. En als ze dat in Amsterdam niet vinden, dan moeten ze ook maar stoppen met hun milieuzone, want eens zo'n cruiseschip veroorzaakt meer rotzooi dan de hele auto's in de binnenstad. Of ze nou vaststaan met de Weesperknip of niet. Maar het interessante is dat we dat niet verplicht hebben, maar we geven ze gewoon een belastingkorting. En dat betekent dat cruisepassagiers in Nederland vrijgesteld zijn van energiebelasting, terwijl iedereen die in een flatje woont met een laag inkomen in Amsterdam de volledige energiebelasting moet betalen. Dus mijn voorstel is, hef gewoon de normale energiebelasting op Walstroom. En hetzelfde, voorzitter, bij de fiscale prikkels op elektrische auto's. Ook die hebben een verlaagd tarief voor de elektriciteitsbelasting. Heel goed dat we elektrische auto's hebben, helemaal prima. Maar als we de accijnzen ook nog fors verhogen, waarom zouden we niet het gewone elektriciteitstarief heffen op de oplaadinstallaties? Voorstellen die ik ingediend heb en ik hoop daar een meerderheid voor te krijgen. Voorzitter, dan nog even naar goed bestuur. De aanpak van de dividendstripping. Zoals eerder heb ik aangegeven, heb ik twijfels bij de voorstellen van het kabinet om dividendstripping effectief aan te pakken. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd om een onderzoek te komen naar de alternatieve maatregel om dividendstripping aan te passen. Daarbij worden ook de maatregelen in het buitenland nader bekeken. Voorzitter, in het buitenland hebben ze meer dan 1 miljard opgehaald in Denemarken en wij denken er niks mee op te halen, terwijl er hier meer dividendstripping plaatsvond. Ik weet niet naar welke stoel ik hier in de Kamer moet kijken, maar er is er eentje. Ik zou het kabinet nogmaals op het hart willen drukken om goed naar Denemarken te kijken. Denemarken heeft effectieve maatregelen ex ante getroffen in plaats van ex post, zoals het kabinet voorstelt. En ook daarbij wil ik graag speciale aandacht voor het alternatief van een houdste periode. Graag zou ik dit onderzoek met specifieke aandacht voor deze punten nog voor de komende zomer ontvangen. Ik begrijp uit de brief van gistermiddag dat het helaas niet mogelijk is. Wat ik dan wel graag alvast rond de zomer zou willen ontvangen, is een tussentijdse evaluatie van de nu door de regering voorgestelde maatregelen. Kan de staatssecretaris het toezeggen? Omdat we het in 1 termijn doen, vraag ik gewoon om een toezegging. Normaal zou ik zeggen, ja, anders vraag ik toch nog een 2e termijn als die toezeggingen niet komen, voorzitter. Voorzitter, dan nog een 2-tal technische amendementen. Bij FSV, de zwarte lijsten, het etnisch profileren en het 1043-project... is duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven tegen het handelen van de Belastingdienst. Op dit moment staat voor belastingplichtigen geen bezwaar en beroepsmogelijkheid tegen de beslissing op het verzoek om inzage in het eigen fiscaal dossier open. Ook tegen het uitblijven van een al dan niet tijdige beslissing op een inzageverzoek ontbreekt een beroepsmogelijkheid. En u heeft gezien wat dat betekent, voorzitter. Toeslagenslachtoffers die complete zwarte dossiers krijgen. Mensen die geen inzage krijgen in hun stukken, terwijl hun leven volledig kapot gemaakt is en geen rechtsmiddelen hebben tegen de Belastingdienst om te eisen, ik wil mijn stukken zien. Ik wil zien wat de Belastingdienst uitgesproken heeft en we weten dat het niet klopt. Voorzitter, om dit te ondervangen heb ik een amendement ingediend door alsnog te voorzien in een reguliere bezwaar- en beroepsmogelijkheid.
Het inzagerecht in het eigen fiscaal dossier is van cruciaal belang voor belastingplichtigen om te kijken of Belastingdienst een grondrecht heeft geschonden, zoals het verbod op discriminatie naar afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Tot het fiscaal dossier van belastingplichtigen behoren onder andere belastingaanslagen, gespreksverslagen van bijvoorbeeld een hoorgesprek, boekenonderzoeken, uitwisseling van fiscale gegevens met andere landen of instanties en gegevens die zijn opgeslagen in IT-systemen voor fraudeopsporing en risicosignaleren. Het antwoord van de regering was ronduit treurig. Een semantisch antwoord. De planning van de modernisering van de ICT en voldoende aan de AVG worden helemaal niet geraakt door het amendement. De wettelijke verplichting op de AVG rust al 5 jaar op de Belastingdienst en het feit dat de Belastingdienst daar niet toe in staat is, is een schande in de rechtsstaat en kan niet tegen het amendement gebruikt worden. Het kabinet wil zorgvuldig in kaart brengen en zelf de controle houden, maar vooral het amendement moet u dan toch niet ontraden. En het gaat niet om een nieuw rechtsstaatssecretaris, om inzage in het eigen fiscale dossier. Het amendement regelt enkel een bezwaar- en beroepsmogelijkheid voor in gevallen waarin het inzageverzoek, dat ook nu mogelijk is, wordt gedaan. Waar is de staatssecretaris bang voor? Is er nog meer niet-rechtsstatelijk handelen dat naar boven komt? En het feit dat de staatssecretaris een onderzoek aankondigt, betekent denk ik dat wij een zere plek geraakt hebben. Voorzitter, ik doe met klem een beroep om dit wel alsnog te appreciëren. Mocht de staatssecretaris zeggen, laat het een paar maanden later ingaan, dan ben ik daartoe bereid. Voorzitter, dan nog een amendement over de wet Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen. Dit amendement repareert een technisch punt dat op gespannen voet staat met artikel 104 van de Grondwet. Namelijk dat eigenlijk een stuk van de belastingplicht niet in de wet in formele zin geregeld wordt. Dan nog een blik naar de toekomst, voorzitter. Regeren is immers vooruitzien. En dat doen we straks graag. Ik begon mijn bijdrage met zorgen omtrent een zorgvuldig proces van wetgeving en de uitvoering daarvan. Het jaarlijks kneden en boetseren van een stelsel dat aan grondige herziening en vereenvoudiging toe. Het huidige belastingstelsel, voorzitter, piept en kraakt. We zeggen het al een tijdje. Het hangt aan elkaar van prikkels. Maar het zijn pijnprikkels, voorzitter. Van knikpunten. En bij mij leidt overprikkeling soms bijna tot kortsluiting, want ik begrijp het niet meer. En niemand begrijpt het meer. Er is niemand in Nederland die een idee heeft wat hij overhoudt als hij een euro verdient. En dat is bizar, voorzitter. Als u naar de winkel gaat en er staat een potje jam en u moet het kopen, dan staat daar een prijs op. 1,19 euro, bij de luxe variant 1,99 euro. En dan weet u dat u als u aan de kassa komt, dat bedrag moet betalen. En dan weet u dat u een besluit kunt nemen om dat potje wel of niet te kopen. Als u het meest waardevolle dat u heeft, uw tijd, investeert in een extra uur werken, omdat uw werkgever vraagt om over te werken. En die werkgever zegt, u krijgt een salaris van 20 euro over dat uur werken. Dan zijn er in Nederland mensen die daarvan maar 2 euro overhouden. En er zijn mensen die daarvan 18 euro overhouden. Alleen veel mensen hebben geen idee. Dus wanneer u dat potje jam koopt, heeft u als consument het volste recht om te weten wat u overhoudt. Maar wanneer u een uur extra werkt, tast u volledig in het duister of u zelf de vruchten mag hebben van uw eigen arbeid, of dat ze in een communistische helstaatmanier voor 90% aan de staat toebehoren. Dat moet veranderen. Laten we werken aan die broodnodige stelselvoorziening. En daarom heb ik in ieder geval met collega Van Dijk, Inge Van Dijk, daar een voorstel voor ingediend. En laten we beginnen met algemene principes waar we het hier over eens zijn. En dan later de politieke keuzes, die kunnen dan gemaakt worden. Daarom zet die commissie op, start aan het werk met die herziening. Dat gaat jaren duren. Het nieuwe kabinet zal dat niet kunnen besluiten bij de formatietafel. Maar ik zie hier al 10 jaar lang rapporten voorbij komen die de noodzaak aantonen. En eigenlijk is het ons ook deze periode, ook als Kamer zeg ik erbij, niet gelukt om de noodzakelijke stappen te zetten. Voorzitter, dan dien ik nog een paar moties in die ik net al aangekondigd had. De eerste gaat over de Kamer gehoord de beraadslaging. Constateren dat er volgens het SOE nu ruwweg 1 miljoen arbeidsmigranten in Nederland zijn. Overwegen dat arbeidsmigratie in Nederland is doorgeslagen, aangezien arbeidsmigranten forse druk beleggen op volkshuisvesting
en de voorzieningen en arbeidsmigranten onevenredig financieel bijdragen aan de Nederlandse maatschappij, overwegen dat fiscale regelingen om arbeidsmigranten en hun werkgevers tegemoet te komen het doel moeten dienen waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het tegemoetkomen in dubbele kosten van tijdelijk verblijf, overwegen dat we alles op alles moeten zetten om arbeidsmigranten die langer dan 2 jaar in Nederland blijven duurzaam te betrekken en duurzaam te laten bijdragen aan onze maatschappij, verzoekt de regering om de bestaande regelingen de loon- en inkomstenbelasting ten aanzien van het onbelaste strekken van extra territoriale kosten voor ingekomen werknemers met ingang van 1 januari 2024 zo te versoberen dat ten eerste niet meer voor onbelaste vergoeding in aanmerking komen de extra kosten voor levensonderhoud door een hoger prijsspel in Nederland. Daar mag je voor compenseren. Hoe dan? Dan het land van herkomst, de cost of living allowance, de kosten voor de opslag van een deel van de boete dat niet wordt verhuisd naar Nederland en de kosten voor telefonie met het land van herkomst. Echt, Skype en WhatsApp kun je overal. Ten tweede, voor nog slechts 1 termijn van maximaal 2 jaar voor onbelaste vergoeding in aanmerking te komen, dubbele huisvestingskosten en reiskosten naar het land van herkomst. En gaat over tot de orde van de dag. Twee, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat het kabinet in het pakket belastingplan verschillende fiscale klimaatmaatregelen treft. Die leidt tot een grote lastenstijging voor met name relatief kleine en middelgrote telers. Overwegend dat deze ondernemers nou de moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houden en weinig alternatieven zullen hebben dan bedrijfssluiting, faillissement of verhuizing naar het buitenland. Overwegend dat het niet alleen desastreus is voor dergelijke ondernemers, maar ook voor de Nederlandse economie. En tevens slecht is voor onze strategische voedselautonomie en leveringszekerheid, zoekt de regering het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glasstaan bij uit te houden en alternatieve maatregelen aan de Kamer voor te leggen, tezamen met uitvoeringstoetsen. En gaat over tot de orde van de dag. Want of het uitvoerbaar is, dat betwijfel ik. De Kamer gehoort de beraadslagingen constaterende en dat gaat als het wel doorgaat, constateren dat het kabinet in het pakket verschillende fiscale klimaatmaatregelen treft die leiden tot grote lastenstijging voor kleine en middelgrote telers. Overwegen dat deze ondernemers daar de moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houden. Overwegen dat niet alleen desastreus is voor ondernemers, maar ook voor de Nederlandse economie en de voedselautonomie en leveringszekerheid. Verzoekt de regering het wettelijk mogelijk te maken voor relatief kleine en middelgrote telers om samen gas in te kopen en daardoor gebruik te maken van de degressieve tariefstructuur in de energiebelasting. En tot slot, voorzitter, een hele korte. Kamer gehoord op raadslagen verzoekt de regering het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit, die gaat over de metallurgische industrie, aan te houden en alternatieve maatregelen aan de Kamer voor te leggen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Omtzigt.